sterkste man van Friesland. En wij gaan heel snel los. Het is bloedje heet nu al hier tussen de lampen. En het is zo dat ook de 9 deelnemers van vandaag staan te popelen. 9 deelnemers, je hoort het goed. We hebben 2 uitvallers. Te weten, het monster van Meus, de Sigmund Seggers, helaas, is geblesseerd geraakt in de aanloop hier naartoe. En ook Geert van der Schaaf uit Leeuwarden is door de medici afgekeurd om deel te nemen aan deze wedstrijd. Bijgeplaatst is dus Bouke de Jong uit Weggegeven. Ik zal u even voorstellen aan de 10 deelnemers en u kunt ze natuurlijk van harte verwelkomen met een geweldig applaus, zoals dat hoort. Uniek, dit. En één man, die heeft de zwaarste druk op zijn schouder zitten. Die moet zich vandaag bewijzen. Nummer 6 van Nederland, de sterkste man van Nederland. Vandaag voor het laatst, de sterkste man van Friesland, 1988. Arnke! Ja! Dus u ziet, hij brengt de beker mee. En die beker, daar gaat het vandaag allemaal om. Ik wil een groot applaus voor de 9 deelnemers. Zij zullen er ongetwijfeld een topstrijd van maken. Hallo! Wij gaan over exact 5 minuten beginnen met het eerste onderdeel, een loodzwaar onderdeel. Dat is een metertje of 4 omhoog, 130 kilogram, nieuw onderdeel, voor iedereen nieuw. Hij heeft niet op kunnen trainen, hij heeft dat alleen. De eerste deelnemer die we voorvragen is Lauwens van de Balken. Daar komt hij, hij zal als eerste eraan moeten geloven. En we zullen gaan kijken wat hij gaat doen. Video mensen daar goed staan, maar dat zien we wel. Val heel omhoog zijn. Het eerste onderdeel is gestart en de eerste man is Lammert Zwart. De man in balk voor de eerste in de finale en dan gaat hij de eerste onderdeel. Daar gaat hij. Dat is een heel snel onderdeel waarschijnlijk. Pat, en daar is hij dan. Terwijl, applaus voor Lammert Zwart. Ja, ja, geen verhaal vandaag. Met 9e heeft zich geplaatst in de finale. En ook zijn eerste onderdeel is nu begonnen. Lange halen snel thuis. Patsen, daar is Jan de Jonge. En we zullen kijken naar die tijd. Je hoort het in het publiek gaan. Blijf En het laatste stukje wordt even moeilijk. Pats, dat is jammer. Maar dat ging niet goed. De man heet Bouke Posma. Doet de eerste keer mee. En hij haalt er één keer door. 90 kilo. Zeker de licht van het stel. Patsen, dat is, ja, goede tijd over mij. Nee, ik denk dat hij een hele goede tijd heeft. We wachten op die man, Wout Zijlstra. Wat gaat Wout doen? Explosie op zijn gezicht. Oh, deze is goed. Ik weet het niet. 6.08. Wat doet Wout? Reinoud. De tijd is 6.08. Dat is de snelste tijd. Wat ik al zei, het was mogelijk. Deze jongen is hier goed in. Cor Oldenaar, 15 jaar jong. We zullen gaan kijken of hij in die buurt kan komen van de Sves Castellus Sport. Let op hem. Applaus voor Cor Oudendag. En ook Cor Oudendag is er. 12.27. Even een terugblik op de sterkste man van Nederland. Wat denk je ervan, de zesde plek? Ik was op zich wel tevreden, maar ik had hoger gekund. Vierde had kunnen worden. Vierde. Terwijl dit onderdeel wat nu net was, had ik, daar ging ik ook een beetje in de mist. Dus daar heb ik een beetje puntjes op verspeeld. 2 punten verder was ik vierde geweest. Even over vandaag, ja. Het eerste onderdeel. Ik dacht, die heb ik in mijn zak, maar niet in de zak. Mis! In vergelijking met vorig jaar zijn er 2 onderdelen veranderd. Ja. En er zijn vrij snelle onderdelen voor in de plaats gekomen. Denk je dat er een voordeel is van Wout Zijlstra? Ja, ik denk het wel. Ja. Het eerste onderdeel wint hij natuurlijk. Hè. Maar ja, we moeten het volgende onderdeel de boomstam. Dan moeten we weer vol in. Op de correcte manier komen. Bouke de Jong is een 110 kilogram. Nogmaals, hij is slecht voorbereid. En het zal heel moeilijk voor hem worden. Het uitstoten gaat nu beginnen. Gaat dit lukken voor Bouke de Jong? Daar komt hij. Nee.
Nou moet die boomstam weg. Lammerswaard, lukt het voor hem die 110 kilogram? Ook voor hem gaat het niet echt gemakkelijk. Neemt ook zijn rust. Brook, hij heeft die fantastische poging van Wout zelfs gezien natuurlijk. En wat gaat hij doen? Vorig jaar 125. En dit gaat niet goed. Hij was iets te enthousiast en hij zegt hem even te ver door. Maar dat doet hij dan. Dat is het enthousiasme van Aan de Kuiper. Dat gebeurt niet. Ik denk voor zijn tweede beurt dat hij toch wel omhoog krijgt. Wat denk jij? Ik denk dat het hem ook lukt. Dit is een gewicht voor hem wat hij makkelijk aankan. Dit was gewoon even een slippertje. Te enthousiast ook, hè? Te enthousiast, kon je duidelijk zien. Hij dacht er te gemakkelijk over. Komt zijn tweede beurt, 120 kilogram. Hij moet hem pakken. Wil hij in de race blijven? Die gaat beter. Ligt op zijn hoofd nu? Nee. Hij is veel te druk volgens mij. De tijd gaat nu ook meespelen. Hij wordt zenuwachtig. En dan krijg je dit. Dan wil hij te snel. Hij moet zich blijven concentreren en het gewoon rustig omhoog doen. Dit gaat niet goed zo. Maar hier komt zijn derde poging. En nu moet het echt rustiger. Opnieuw op zijn hoofd. 120 kilogram. Deze moet hij gewoon pakken. Daar heeft hij. Nou. Maar dat zijn voor de mensen een nieuwe boom, hoor. Het is voor iedereen natuurlijk, blijft dat gelijk. 25 kilogram voor Gerben Erfman. Ik denk dat het voor hem geen probleem is. Dit moet hij makkelijk kunnen. Dit haalde hij vorig jaar ook met gemak. Ja, en hij heeft het gewicht gehaald. Prachtig. 100 kilo. Hij heeft hem op zijn borst liggen. De uitstoot. Eerst op zijn hoofd. De uitstoot is fantastisch. Met gemak. Hij pakt hier nou zijn puntverlies die hij in de eerste ronde heeft opgelopen. En hij stoot hem prachtig uit. Ja, hij heeft hem gehaald. De twee deelnemer zal zijn Arend Kuip. Kijk, dit gaat in. De spanning is op zijn gezicht achter. Als we het hoofd hebben is goed, maar... Hij ligt op zijn borst. De uitstoot gaat vrij moeilijk. De eerste poging is mislukt. Dat zijn de emoties van de sportman. Hij probeert het nog een keer. Tweede poging. Hij probeert het. Nu speelt de speler van de tijden. Op het begin natuurlijk. Tweede poging ook mislukt. Hij blijft bij 130 kilo. Wanneer hij dit gewicht boven zijn hoofd krijgt, is hij winnaar van dit onderdeel. En maakt hij zijn achterstand ten opzichte van Wout Zijlstra goed. Maar de eerste poging mislukt. Ligt op zijn borst. Maar het lukt hem niet. De boomstamtel werd gewonnen door zowel Gerben Erfman als Arend Kuiper. En ze krijgen dus gedeeld 11,5 punten. Heel jammer mededeling. Jan de Jong doet voor verder de deelname afzien. Met een zware blessure, of een zware blessure. Een blessure die al een enige tijd speelde, maar die nu te erg is geworden. Dus Jan de Jong valt op dit derde onderdeel af. Bouke de Jong is begonnen met zijn Timberwalk, het derde onderdeel van de competitie. En hij begint met een... prima start. Coach, Ritske Coach staat erbij. De man over het dode punt heen helpen. 32,5 meter gaat de nieuwe weg. 150 kilo van zwaar. Derde ronde is voor de 39. Daar is hij. Daar stopt hij. Vuurig aangemoedigd, niet alleen door de coach, ook door het publiek. De fans zijn zeker aanwezig.
Hij loopt nog steeds. Pakt hij ook een volgende ronde. Gaat nog steeds. Gaat nog steeds. Hier komt Seijer van der Veen. Dit zijn natuurlijk fantastische beelden. Hier is hij gestopt. Maar heeft de vader goed in. Reinoud, heb je nog even de afstand van Seijer van der Veen? De afstand was 69 meter 10. Ik denk dat het een goede afstand is, gezien het parcours dat heel lastig is met onder 6,5 meter een bocht en dat kost veel kracht. Arend Kuiper, hij wil absoluut dit onderdeel winnen. Dit is zijn onderdeel. En er zijn nog niet echt sporen dat Arend gaat stoppen. Nu gaat hij weg naar Seijer van der Veen. De kop op. 75 is nu. Hij gaat naar 71,5. Ja, die pijn. Hij ligt nu alleen in de zon. Hij moet naar die 100. De gewichten gaan iets uit zijn balans hangen. Maar hij is nu vlak bij de 100. 91 meter. Heeft hij die 100 of heeft hij hem niet? Dat is nu nog even aanwachten, is de 40 meter. En even kijken wat er daarna gaat gebeuren. Is de 50 meter het dode punt? Het lijkt er niet op. Wout houdt een heel mooi tempo. Heeft een halve punt achterstand in het klassement tot nu toe op Arend Kuiper. En wat hebben we een ontzettend mooie competitie tussen deze twee mannen. Ai. Een legende uit de krachtsport in Friesland. En misschien ook wel daarbuiten. Maar het gaat niet echt soepel meer met Cor. En het publiek voelt dat. Het begint met een extra aanmoediging. Het tempo is eruit. Het gaat wel eens wel langzaam, maar hij loopt nog steeds. Hier komen meters bij. Ook de volgende ton haalt hij. Je denkt hij laat hem vallen. En zo loopt hij nog twee rondes door. Hij loopt nog steeds door. En daar stopt hij. Fantastische prestatie van Cor Oudendag, 50 jaar. De Timberwalk. Dit is niet zijn favoriet onderdeel. En ik heb het nog niet gezegd of de gewichten van elk 75 kilometer zijn gevallen. Als er een snelheidsrecord zou gaan, dan zou hij hem absoluut verbreken. Gerben Erfman gooit hier al zijn frustraties van de eerste onderdeel in de strijd. Lammert Zwart, wat was de afstand van hem? De afstand was 64 meter 85. Dat is op zich een goede prestatie van hem, want het is niet een van zijn sterkste onderdelen. We kijken naar de Hulk uit Harlingen. En het tempo zit er zeker nog in. En dan laat hij hem toch sneller vallen dan verwacht. De Timberwalk. Als een dolle gaat hij over het podium. Fantastische aanwijzing van die coach die erbij loopt. Dat vingertje omhoog. Leg ze daar, meneer. Wanneer ik dit verhaal zo hoor, betekent dit dat dit het definitieve afscheid is van Cor Oudendag uit Sneek? Ja, inderdaad. Ik had ik kappen al met. Ik wil me zeggen, die jongens willen me graag in de jurering hebben. En dan blijft er toch wat bij hangen. Ik wil me zeggen, en als het niet zo is, nou, dan zin, dan blijft er toch in. Dan ga je een of andere coachen, noem maar op. Dat soort dingen ook.
maar je blijft er altijd je leven lang zit je al in de krachtsport. Je kan jaren gewicht hebben, deen, touwtrekken, deen, worstelen en deen, ja, wat heb ik niet. Deen. Ik vind het nog steeds mooi om een gegeven moment met te beneden geven. Dat houdt op. Ik ken niet. No? Alhoewel we halverwege de wedstrijd zijn op dit moment en u niet meer de laatste plaats inneemt, wil ik toch ontzettend bedanken voor al die mooie jaren krachtsport die u gebracht heeft, met name hier in Friesland. Hartstikke bedankt. Leuk. Je hebt naar drie onderdelen heb je 1,5 punt achterstand, maar nu komen de snelle onderdelen. En dat zijn over het algemeen jouw goede onderdelen. Dat moeten mijn goede onderdelen zijn. Ja, ik heb de eerste drie onderdelen heb ik de schade beperkt, zeg maar. Daar ging ik vanuit. Nou, 1,5 punt. Moet kunnen. Maar ja, zit er tegen dan. Die stenen, ze kunnen, ja, je kunt ze laten vallen. Het zijn onhandige dingen. Maar ik denk wel, ja. Ik ben in ieder geval nog een grote kans hebben. Je bent nog in de race, kunnen we zeggen. Ik ben nog steeds in de race. Ik ben nog steeds in de race. Goed, bedankt. Als je nog eens kijkt naar het klassement, het is heel erg spannend. Hè? Wie tip jij nou wie vanavond met de beker naar huis gaat? Arend Kuiper. Absoluut. Ja. Voor een gedeelde vierde plaats met nog twee andere personen. Ja. Wat denk je voor de rest van de onderdelen? Ik weet het niet. Even kijken. Die stenen, dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dat hebben die andere twee jongens, meen ik, ook nog nooit gedaan. Dus dat moet even uitladen voor het gaat. Ben je tevreden tot dit moment? Ja, natuurlijk. Ja, had ik niet gedaan trouwens. Nee, verleden jaar was ik ook vierde, maar nee, dat had ik nou niet gedaan. Het zwerfkeitillen. Eerste deelnemer is Arend Kuiper. De eerste twee stenen heeft hij erop liggen. Het gaat om de snelste tijd. De derde steen ligt erop. 109 kilo, de vierde steen ligt er ook op. Vierde steen, vijfde steen, 126 kilo, die gaat heel moeizaam, dat is een hele zware steen. Hij heeft hem, ja hij heeft hem. Deze gaat heel moeizaam, ook een hele zware steen. Maar liefst 126 kilo. Heeft hem weer. En hij ligt erop, hij heeft ze alle vijf erop, fantastisch. En hij heeft hem omhoog, gaat hem nu erop gooien. We gaan even naar Johan voor de tijd van Arend Kuiper. Ja, Arend Kuiper had 5 stenen in een tijd van 43,91. Terug naar Saaien van der Veen, de vierde steen, 109 kilo. Hij heeft korte armen en dan is het moeilijk grip te krijgen op deze steen. Enorme grootte. Niet helpen, dus niet helpen. De vierde steen ligt erop. En nu de laatste. Deze gaat er omhoog. Hij heeft al de knieën. En nu moet hij naar het gat. Ze moeten het tillen. Hij heeft hem omhoog. Maar hij moet nog op het vat. En dat vat is erg hoog. Nu moet hij het vat. Ja, hij heeft hem op het vat. En nu moet hij erin. Nu moet hij erin. Zij is niet een van de grootste. En dat is bij dit onderdeel zijn nadeel. Helaas, het blijft bij 4 stenen. Eindtijd van Saaien van der Veen. Saaien van der Veen kwam tot 4 zwerfkeien. En die tijd was 47 seconden 63 honderdste. Inmiddels heeft Cor Snor heeft al 3 stenen erop liggen en hij is bezig met zijn vierde steen van 109 kilo. En 109, hop. Prachtig. En nu heeft hij een beetje steun nodig. De vijfde steen, 126 kilo. De eerste die 5 stenen. Wat is die man fantastisch sterk vandaag. Je hoort het. Deze man slagen van beroep, slag deze stenen gewoon. De vijfde gaat moeizaam. Maar 126 kilo is ook niet niks. En hij heeft ze er alle vijf op. De tijd van Wout Zijlstra, 40,5. Ah!
Ik geloof niet dat de supporters. We kijken nu weer verder naar Lammert Zwart. Hij heeft intussen al 3 stenen op liggen. En hij is bezig met de 4e steen. Met een gewicht van 109 kilo. Het gaat hem zeer moeizaam af. 109 kilo, hij heeft hem vast. Die heeft hij ook. En nu de 4e steen heeft hij ook. Maximum probeert te liggen. Hij kan zeer moeilijk grip krijgen op deze steen. Ook hij heeft wat korte armen en dat is een enorm nadeel. Hij doet nog een poging. Ik denk dat hij momenteel verkeerd bezig is. De steen ligt verkeerd. Hij kapt ermee, hij redt het niet. De 3e steen ligt erop. Gaat naar de 4e steen. Nou wordt het moeizamer. We gaan even naar Johan. Voor de eindtijd van Lammert Zwart. Lammert Zwart gaat een tijd van 40-60. 4 zwerfkeien. Hij komt ermee op de 4e plaats tot nu toe. En dan de rest. Het is zeer moeilijk om hier grip op te krijgen. De eerste 4 stenen lagen er trouwens behoorlijk snel op. De coach van hem wil mij wel helpen. De armen worden over het algemeen vol met tallen gegooid. Want dit schuurt hoor, deze stenen, dat kan ik u verzekeren. Het lukt hem niet, hij houdt het bij 4 stenen. En de 4e is hij mee bezig. 109 kilo. Het ligt er ook op. En hij gaat naar de 5e steen. Zijn armen worden getalkt. Waar heeft hij? Hij heeft hem omhoog. Ik denk dat hij hem erop gaat. Hij ligt er ook op. Belangrijk is nu de tijd. Hij heeft in ieder geval alle 5e stenen erop. Bouke de Jong. We gaan even naar Johan voor de tijd van Gerben Erfman. Ja, Gerben Erfman moet met name bedankbaar zijn omdat dit klassement een compleet een open heeft gemaakt. Hij heeft namelijk een tijd van 43,79 en komt daarmee op een 10e tussen Arend Kuiper en Wout Zijlstra in. Tweede tijd dus voor Gerben Erfman. We kijken intussen verder naar Bouke de Jong. Die is bezig met zijn 4e steen. En hij heeft hem erop. Dat is al fantastisch. De goden nog even aan. Het zal ongetwijfeld een leidensweg worden. Zijn armen zitten nu om de steen. Maar dat ding komt amper van de grond. Als je weer zijn knie heeft, dan ben je dat. Je zult zo'n steen in je achtertuin hebben liggen. Dan krijg je dat ding nooit meer van zijn plek. Bouke stopt met 4 stenen. En ik denk toch een snelle tijd. Cor Oudendag op een hoogte van 3,90 meter. En heeft hem te pakken. Wout Zijlstra, 4 meter. Heel overtuigend, heel gemakkelijk. Cor Oudendag op een hoogte van 4 meter. Nee. Het is ook niet zijn sterkste onderdeel. Bouke de Jong op een hoogte van 4 meter. Heeft hij de kracht nog om die afstand te pakken? Nee. Bouke Postma probeert als eerste de 4 meter 10 te halen. In zijn 5e beurt. Hij haalde niet en hij stopte. Zij van de Veen hebben een hoogte van 4,20 meter. Haalt hij deze afstand? Nee. 4,20 voor Arend Kuiper. Pakt hij die hoogte. Wordt hier het kampioenschap beslist? Of gaat Arend Kuiper een ronde verder? 4,20 meter. De scheidsrechter keurt hem niet goed.
2 inspanningen achter de rug. En gaat het nu nog lukken? 4,30 meter voor Lammerswart. Hij wil door. Ja. Fantastisch. Na 3 keer pakt hij hem toch, de 4,30 meter. Heel, heel, heel gemakkelijk. En geniet. De bal verenigt nu. Daar gaan we. Ja, hij gaat. Ja. Alles in elkaar. Koos erbij. Die goede greep om te beginnen natuurlijk. En gaat het nog 1 keer proberen, denk ik. 4,50. Nee. 4,40 en daarmee. Ja, deze man moet het kunnen, 4,50. Kijken wat de hulp van Wellen doet. Let u op. Ja hoor, heel, heel gemakkelijk. In de organisatie gaat hij echt in problemen komen, want het bord zit al bijna tegen het plafond. 4,70 voor Wout Zijlstra, zijn laatste beurt. Hij haalt hem ook, maar hij moet stoppen. Hij is door zijn beurt heen. Gaat hij het halen? Nee, het wordt een gedeelde eerste plaats. Lammert, momenteel een 4e plek. Ben je daar tevreden mee? Tot nu toe uitstekend, dacht ik. Ik bedoel, de eerste keer dat je meedoet. En dan gelijk tot dat bijna afgelopen is. Tot nu toe een 4e plaats, dat vind ik. Mag je gerust goed zeggen, denk ik, of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Het laatste onderdeel, dat ging heel goed bij jou. Het gewicht hoog gooien. Dat is ook zo. Dat ligt mij gewoon. Dat is echt dat explosieve kracht. Nou, dat werkt, dat ligt mij wel. Want dan heb je dat timberwalk en nou, biervaten, dat is even afwachten. Maar timberwalk, dat ligt mij gewoon niet. En dan verlies ik altijd veel punten op. Ik heb er wel veel op getraind, veel duurlopen gedaan en zo. Maar ja, dat is toch niet genoeg zeker. Dan... Naast mij staat Tjalling van der Bos, de sterkste man van Nederland op dit ogenblik. En tegenover mij staat Job Klinkenberg, dat is de regisseur van de AVRO. En voor beide mensen wou ik even een korte indruk van de dag tot dusver. Nou, het is een, ik ben er halverwege ingevallen en mij vallen 3 personen op die hele goede prestaties leveren. En die ook nog een hele goede uitstraling hebben voor ons. Ik denk dat deze avond na het laatste onderdeel wat zo gaat komen een geweldige prestatie is wat jullie Fokko en Wout hebben geleverd. Ik heb een hele goede indruk hiervan. Daar vloeit ook weer contact uit voor in de sterkste man van Nederland? Zou kunnen, ja. Zou kunnen. Maar je durft er geen termijn voor te noemen? Nou, nee, kijk, als wij kandidaten gaan, je hebt het over je kandidaten, hè? Ja. Als we kandidaten gaan zoeken voor de sterkste man van Nederland, dan gaan we nou echt uit Nederland zoeken en niet alleen uit Friesland natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Maar ja, ik heb al gezegd, er zijn 3 namen die echt eruit springen. En dat is de top 3, neem ik aan? Ja, denk het wel, ja. Ja. Tjalling, hoe sterk zijn de mannen op dit moment? Ja, ze zijn heel erg sterk. En je ziet dat hele kleine foutjes hele grote gevolgen kunnen hebben. Wat Arend Kuiper gebeurde met de stenen tillen. Dat hij hem 3 keer laat vallen. Ja, en dan kun je geen wedstrijd winnen als je zulke fouten maakt. Vind je niet een beetje een programma een beetje op het lijf van Wout Zijlstra geschreven? Snelle onderdelen? Nee. Het is gewoon een allround programma. En dit zijn nu de onderdelen. Je weet het ruim van tevoren. Dus, en de sterkste zal winnen. Dit zijn ook onderdelen die gebeuren. Die komen voor op de sterkste man van Nederland. Sterkste man van de wereld. Dus het zijn gewoon allround onderdelen. Wie gaat winnen? Laat ik de vraag heel simpel houden. Kijk, als je het van tevoren vroeg, dan had ik gezegd Arend Kuiper. Als je het me nu vraagt, dan zeg ik Wout Zijlstra. Nou, daar staan ze dan, de gebroeders Fokko en Wouter de Jong. De grote organisatoren achter dit gebeuren. Jongens, is het niet een enorme teruggang als je 1 keer de sterkste man van Nederland organiseert en je gaat nu in Bakhuizen de sterkste man van Friesland weer doen? Nou, vind ik niet. Nee. Het is in beide gevallen is de wedstrijd. In beide gevallen staan de 10 deelnemers die keihard staan te werken. Dus ik vind het niet een teruggang, nee. Ja, kijk, qua publiciteit is het natuurlijk het leukste sterkste man van Nederland. Maar dit is nog altijd ons stokpaardje, dus nee, ik vind het geen teruggang. Nee. Maar toch wel weer in het achterhoofd, volgend jaar hebben wij weer de sterkste man van Nederland. Ja. Wout. Oeh, ja, het is nog niet bekend eigenlijk. We hebben gezegd van elk jaar sterkste man van Nederland is ook niet leuk. We zouden liever dit jaar, volgend jaar wat anders willen. Wel sterkste man wedstrijd, maar niet. Geen sterkste man van Nederland, denk ik. Ik vind het maar kant uitspraak. Ik weet dus niet hoe de AVRO erover denkt. We hebben voorstel aan de AVRO gedaan om iets anders te gaan doen en 1 keer in de 2 jaar sterkste man van Nederland.
En die reacties wacht je dan maar af? Die wachten we af. We hebben veel ideeën, dus we hopen dat zij het oppikken. Ik geef naar... Zesde en laatste onderdeel van de Sterkste Man van Friesland 1989, de biervatenrace. Je ziet Saaien van der Veen tegen Bouke de Jong. Bouke de Jong tegen Saaien van der Veen. Saaien van der Veen gaat aan kop en hij kan dit onderdeel ook behoorlijk snel. Nog twee vaten gaan voor Saaien van der Veen. En Bouke loopt één vat achter. Zijn laatste vat en dat is zijn tijd. Bouke moet nog één vat. Tweede race tussen Korsnor Oudendag en Bouke Posma. Bouke is wat explosiever. Vooral bij dit onderdeel gaan de jaren tellen bij Cor. Bouke zit één vat voor. Rekent u erop dat deze vaten zwaar zijn? 65 kilo, dat is wat anders dan een bierglas hoor. Nu nog één vat te gaan voor Bouke. En Cor loopt één vat achter. En pats, dat is de tijd. En dan komt Cor aan. Ja. De derde race strijden tegen elkaar Gerben Erfman en Lammert Zwart. De strijd gaat nu gelijk op. Zullen beide drie vaten erop liggen. De strijd blijft gelijk opgaan. Deze twee jongens zijn aan elkaar gewaagd. Het zijn twee explosieve jongens. Gerben Erfman heeft een hele kleine voorsprong momenteel. Maar die valt nog te overbruggen. Lammert doet er alles aan. Oh, dit is een enorm spannende race. En ook een zeer snelle race. Ik denk dat dit de snelste tijden worden tot dusver. En Gerben wint. Een close finish. De laatste race zal gaan tussen Wout Zijlstra en Arend Kuiper, de nummers 1 en 2 uit het klassement. Het zal ongetwijfeld de snelste race worden. Tot nu toe staat aan de leiding Gerben Erfman met een tijd van 45 seconden 68 honderdste. En tweede staat Lammert Zwart met 46 seconden 86. Arend Kuiper is momenteel sneller. Het ziet er naar uit dat Arend Kuiper Wout Zijlstra op zijn specialiteit verslaat. Het zou een sensatie zijn. Het gaat nu gelijk op. Wie zal er winnen? Wie zal er winnen? Wout Zijlstra gewonnen. En hij is de sterkste man van Friesland 1989. Fantastisch. Onverwacht. Wout, twee jaar geleden derde. Vorig jaar tweede. Nu eerste. Moest het zo gaan? Perfect alleen. Ja, het schijnt zo te moeten. Want Arend Kuiper heeft die opbouw gehad. Die was ook derde, tweede, vorig jaar eerste. En het schijnt met mij ook zo te moeten wezen. En ik denk ook dat je dat zomaar niet in één jaar haalt, dit. Want hier wordt verschrikkelijk zwaar voor het reed. Nou. Je was dit jaar ook, je kon duidelijk zien dat je bij bepaalde onderdelen veel sterker was dan vorig jaar. Ja, ik heb nu ook echt aan krachttraining gedaan, zeg maar, om die boomstam. Vroeger deed je eigenlijk zo mee, weet je wel, kaartstikken seizoen en dan dit erachteraan. Maar ook ben ik van zomer, ja, ik ben vroeg begonnen hiermee. Ik had de wedstrijd Oosterwolde. Hier in Zuidwesthoek hebben we een wedstrijd gehad. En toen deze, dat kwam mooi in één lijn. En keihard doorgetraind. En precies op tijd en vorm. Ja, bij velen zeiden vooraf al van, nou dit is een parcours wat voor Wout Zijlstra geschikt is. Veel snelle elementen erin, geen statische elementen. Zoals vorig jaar bijvoorbeeld de Grutte Pier, zwaard van Grutte Pier. Nee, dat zijn onderdelen, daar moet je echt die bodybuild oefeningen doen. Omdat die schouders en die rug en alles te trainen, die tijd heb ik nog niet gehad. Ik denk wel dat ik erop vooruit ben gegaan op die onderdelen. Maar ik denk dat daar moet ik nog wel op verliezen, dat klopt. En nu gaan we naar de sterkste man van Nederland, of hoe denk je erover? Ja, ik denk dat ik nu naar de sterkste man van Nederland, daar heb ik direct op. Hè. Ik denk dat Aaron ook wel gaat hoor. Eerste twee, dacht ik, dat zou mooi wezen. Want Arend is natuurlijk ook een topper. Ja. Je hebt er ook wel zin in om de sterkste man van Nederland, om er in ieder geval mee te hebben gedaan. Daar heb ik verschrikkelijk veel zin in. Ja. Deze titel is mij alles waard.
En van Nederland kan meedoen zou ik prachtig vinden. Maar ik vind deze titel mooier als Nederland. Volgend jaar doe je ook weer mee met de sterkste man van Friesland. Ben je hier weer van de partij? Dan moet ik de titel verdelen, hè? Ja, dan ben ik er weer. Dan ben ik er weer. Ja, en dan dus die top 3 die van tevoren. De kenners die wisten het allemaal wel. Die top 3 die maakt dit jaar uit. Eén van die drie wordt de sterkste man. Wie gaat het worden? Nou, favoriet gisteravond op de tafel zet ze. Ik heb er erg van, denk ik ook. Dat die het nu alles kan worden. Maar hij werd het niet. Hij werd derde, maar mijn waardering blijft enorm voor Gerber Erfman. Hij gaat er even naast staan, want helaas was het podium niet thuis. Maar dat komt wel een keer. Op de tweede plaats een man die natuurlijk iemand die heeft nu enorm hoog zorg. Die is helemaal in bijna doen en iemand die een zware lucht staat. Hij zegt zelf, oké, heeft een pech gehad. Legt hij met een stenen deel op, kijk je erop, dan weet hij dat. Laatste bier van hier, want dan weet hij dat. Het is niet gebeurd. Hij is tweede geworden. Hij heeft er waarschijnlijk morgen wel vrede mee en zal denken, volgend jaar, dan laat hij vanzelf er weer aan. Arend Kuiper, de beer van zijn bieren. Attentie voor Eufonia met het Friesvalkslied, maken we een waardige afsluiting van.